Alle 36 vestigingen van juwelier Siebel zijn vandaag gesloten. Dat geldt ook voor de vestiging in de Herenstraat. De juweliersketen verkeert in grote financiële problemen. Volgens de directie komt er binnenkort meer duidelijkheid over de toekomst van de keten en het personeel. De directie beraadt zich op de toekomst van het bedrijf. Bij Siebel werken in totaal 160 mensen. Een nog onbekende persoon is vanochtend gewond geraakt bij een ongeval aan de Winschoterweg tussen Groningen en Waterhuizen. De bestuurder raakte door onduidelijke oorzaak van de weg en botste op een drietal bomen voordat de auto tot stilstand kwam. Het slachtoffer is door de brandweer uit het voertuig bevrijd en met nog onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via de secundaire weg.